Waarom is een leraar of een lerares zo belangrijk op elk niveau? Of leraar, lerares. Ik gebruik zelf ook graag de termen juf en meester. Omdat dit in mijn beleving eretitels zijn voor vertegenwoordigers van een vaak ten onrechte onderschatte beroepsgroep. Ik vroeg mijn volgers op Twitter om een antwoord te geven op de vraag... Wat is een goede juf of meester? Bij deze willekeurig een aantal antwoorden. Dat is iemand met lef, durf, moed. Iemand die verbinding maakt met de groep als geheel en iedere leerling individueel en dan ook nog enthousiast is en alle lesstof erdoor krijgt. Iemand die weet dat er geen gezondere oefening is dan tegen de stroom inzwemmen. Iemand die geacht wordt de hele dag vrolijk en begripvol te blijven, wat er ook gebeurt. Iemand die verstand heeft van zijn vak en niet alleen sheets of filmpjes op YouTube laat zien waar iemand anders uitleg geeft. Oh, deze. Een authentiek mens dat gevoelens durft te uiten, goed met leerlingen kan omgaan en empathisch is. Hashtag anders dan mijn eigen man. Eén die lekker vaak ziek is. Laatste. Eentje waar je 30 jaar later nog met een goed gevoel aan terugdenkt. Als je deze antwoorden ziet, dan snap je gelijk dat het geen eenvoudig beroep is. Maar als we uitgaan van het laatste antwoord, is het wel een prachtig beroep. Veel buitenstaanders vinden het ook een heel belangrijk beroep, maar dat betekent niet dat ze er niet over zeuren en klagen. Nee, Integendeel. Ze zeggen wel, onderwijs, knap hoor, ik zou het niet kunnen. De hele dag met al die leerlingen, nou, het lijkt me echt heel moeilijk. Nee, heel knap. Ja, ze vinden het knap, maar ze weten wel te vertellen wat er volgens hen allemaal fout gaat en wat er zo snel mogelijk moet veranderen. Dat laatste komt trouwens vaak neer op meer aandacht voor hun eigen kind. Bijna elke dag zie je in de krant of op een site wel een stuk over wat er allemaal beter moet in ons onderwijs. Vrienden van mij in het onderwijs lezen dat vaak als, oh, dus we doen het allemaal niet goed. Het lijkt ook nooit goed. Er moet altijd alles veranderd worden. Altijd weer nog meer. En dat is raar, want het Nederlandse onderwijs staat wereldwijd in elke top 5 van ieder denkbaar lijstje over de kwaliteit van onderwijs. Maar toch voortdurend kritiek uit de politiek verkapt in de term aanbevelingen. Kritiek van mensen die hun eigen schooltijd als norm nemen en zich daarmee als kenner profileren. Geen flauw idee welke werkdruk er in het onderwijs is. En dat onbegrip uit zich bijvoorbeeld in de immer terugkerende grap als het bijna schoolvakantie is. Hoezo, alweer vakantie? In het onderwijs heb je toch altijd vakantie? En dan moet je je weer verdedigen en uitleggen dat die vakanties echt nodig zijn. Nodig voor de leerlingen, omdat er een grens zit aan hoeveel je achter elkaar aan nieuwe dingen tot je kunt nemen. Bovendien moet je buitenschool ook de ruimte krijgen om wat je geleerd hebt toe te passen en zoveel mogelijk mee te maken. En voor docenten. Elke dag proberen anderen iets te leren met groot enthousiasme. Nooit te veel verslappen, want een klas slaapt nooit en slaat toe om alles over te nemen. Want leerlingen zijn lief als het loopt, maar bloedhonden als het gaat om twijfel of onecht gedrag. Je moet je iedere dag inleven in al die verschillende leerlingen. Elke dag is het een recordpoging empathie. De hele dag proberen mensen beter te maken en daar zelf ook nog iets van te leren. 25 leerlingen per dag, soms 100 leerlingen per dag, tientallen collega's om je heen. Je moet je tot alles verhouden. Nooit eens even lekker met jezelf. Voortdurend alert zijn. Als je het goed doet, dan ben je uitgeput. Als je het slecht doet, ben je helemaal uitgeput. En heb je dit gehad, komt er nog een hele hoop administratie en lesvoorbereiding van de volgende dag. Ik ben al kapot als ik het allemaal opnoem. Ik heb het hier niet alleen over de leraren, maar natuurlijk ook over het onderwijs, ondersteunend personeel. Zelfde gebouw, zelfde taak. En ja, het is waar. Het is ook een schitterend beroep. Ja, het is echt prachtig. Wat moet je nagaan? Leren. Dat is het leukste wat er is. Iets eerst niet kunnen en opeens wel. Iets niet begrijpen, opeens wel. Dat is voor iedereen het mooiste wat er is. Bovendien kan er ook zomaar op een dag iets moois gebeuren, iets kleins. Die ene glimlach naar jou van de altijd boze jongen achterin. De onverwacht mooie presentatie van de verlegen leerling. De troostgevende lol met een collega in de pauze. Ja, het is een heel erg mooi beroep, maar het is zwaar en te vaak onderschat. Er mag best wat meer waardering. Uitgedrukt in geld, tijd, minder werkdruk of welke bevestiging van een hogere status dan ook. Het onderwijs heeft recht op meer waardering. En op vertrouwen. Vooral ook dat. Al het leren, al het goed voelen, alles begint bij vertrouwen. Het is de basis van alles. Een kind dat net is geboren kan niks. Moet er maar op vertrouwen dat er voor hem wordt gezorgd. Kijk, daar begint het al. Ja, je moet leerlingen altijd het vertrouwen geven dat ze iets kunnen. Klopt. Maar geef het onderwijs dan ook het vertrouwen. Inspectie en schoolleiders, sta achter je team. Ouders, vragen veel van de school. Prima. Dat mag ook. Maar laten ze dan ook thuis met enthousiasme praten over dat onderwijs en over de school. En laat merken aan jouw kinderen dat je het vertrouwen hebt in hoe de school dat aanpakt. Van dichtbij volgen is oké, okay, maar liefdevolle interesse is iets anders dan controle. Ten slotte, wat ze, en je weet wel wie ze zijn, wat ze ook altijd zeggen, onderwijs is een roeping. Ja, klopt. Je mag toch hopen dat het voor heel veel beroepen geldt. Ja, onderwijs is een roeping, maar het is ook echt een beroep. En je wilt toch dat jouw kind les krijgt van een vakman of een vakvrouw. Van iemand die elke dag in staat is zowel uitleg als liefde te geven. Dan zeggen we toch altijd: onderwijs is het belangrijkste wat er is. Precies. Met onderwijs kan het verschil worden gemaakt. Ja. Dat mag dan best eens beter beloond worden. En dan gaat het niet alleen om het geld. Of uiteindelijk zelfs helemaal niet. Ja, er is meer geld nodig. Maar het gaat om vertrouwen. Om waardering. Omdat ons onderwijs goed is. En ja, dat kan. En er moet nog heel veel veranderen, maar vergeet niet dat er al fantastisch werk wordt geleverd. Ik begon met: wat is een goede juf of meester? Iemand waar je 10, 20 of 30 jaar later met plezier aan terugdenkt. Dat is belangrijk. Maar dan moeten we ze wel laten merken dat we ze steunen om dat waar te kunnen maken.